Ik ben Ronald van der Streek. Ik brouw bier samen met mijn broer Sander. Van der Streek is onze achternaam. En wij zijn bier gaan brouwen omdat het een mooi product is wat mensen bij elkaar brengt. Wij brouwen inmiddels 6 jaar bier. We zijn begonnen gewoon in de keuken met kleine pannen, 20 liter per keer. En 3 jaar geleden zijn we eigenlijk commercieel gaan brouwen. En nu wordt het groter en groter. Het hele jaar door brouwen we 4 verschillende bieren. We hebben Hoppard, dat is een IPA. Broeders, een tarweblond. Koper, een rogge pale ale. En Dark Roast, een koffiestout. Wij stellen zelf onze recepten samen. Dat doen we op basis van de ingrediënten die we kennen. Daar voegen we nieuwe ingrediënten aan toe. Zo hebben we nu bijvoorbeeld een bier bij ons met citroen erin. En ook ons winterbier heeft een heel speciaal ingrediënt. Voor de winter hebben we een triple gebrouwen. Die nemen we mee naar Vol van Smaak. Het bier heet Turf & Surf en hij zit nu in de vergisting. Maar over een week of twee is die klaar en kunnen we voor het eerst proeven op Vol van Smaak. Fruitige triple waar turf gerookte whiskymout in is gebruikt en een snufje zeezout. Dat brengt de smaken op een mooie manier samen. En met 8,5% is het echt wel een verwarmend winterbier. Onze bieren kenmerken zich doordat ze heel doordrinkbaar zijn. En omdat ze vaak wat bitterder en meer hop bevatten. Bitterder worden ze van de hop, maar ook veel fruitiger en veel explosiever in de mond. Wij willen graag onze eigen brouwerij openen. We hebben daar vergevorderde plannen voor. Door straks een eigen brouwerij te hebben, kunnen we nog meer creatieve brouwsels maken die mensen bij elkaar brengen. De proeverij. Tijdens Vol van Smaak nemen we je op ontdekkingstocht langs verschillende bieren en hopsoorten. Hop is een plant en geeft een bittere en fruitige of bloemige smaak aan het bier. En tijdens de workshop leren we je wat het verschil is tussen die verschillende soorten en hoe je ze kunt herkennen.